Mensen, ik ben weer terug met een stream en ditmaal op Minecraft. Gaan jullie even kijken als ik nu even het reload? Moet staan nu live? Oh. Kijken, ben ik live? Ben ik live? Freebie boys. Oh. Oh nee, dat is juist wat. Ik ben nog niet live. Ik ben nog niet live. Zien. Oké, mensen, volgens mij zijn we live. Ja, we zijn live. Mensen, we zijn live nu. Dan gaan we even. Oké. Livestream de Brave Boys. Alright, we zijn live. En nu zijn we terug met Minecraft. Nee, ik heb niet de Brave Boys skin op mijn muis. Dit is een murderer skin uit Murder Mystery. Doet er niet zo heel veel toe. Eerst even, dit zit bij de way in een texture pack. Dit is de Wolfhound Sand Heaven Deep in Sip texture pack. Ja, dit is een super mooie texture pack. Nou, laat ik hem zelf ook even deze zeg hoor. Even kijken. We kunnen ons even ondertussen onze daily reward claimen. Ik ga af en toe even kijken of we hoeveel kijkers hebben gelijk. Nu, we zijn net live dus. Ik moet even kijken. De livestream loopt een beetje achter met hetgeen wat ik zeg. Een beetje, maar dat valt ook nog wel mee. Even die wat veranderen. Voorlopig gewoon. Wow, schoot die fout die. Even. Oké. En enjoy lekker de livestream. De livestream. Iedereen, zeg even tegen de andere Brave Boys: zijn live, wij zijn live op dit moment. Allee, toch zo goed als live. We zijn gewoon live mensen, ja, we zijn live. Kijk, hoeveel kijkers hebben we? Eén. We hebben al een kijker. Woehoe, we have a kijker. We moeten laten wel wat volgens op geluid op de achtergrond zijn. Die wil ik zo doen. Wat zouden we spelen? Nou, volgens mij we gaan even. Kunnen we gewoon even spelen? We gaan even naar de Afrikaanse games snel even proberen te spelen om te doen. Kijk hoe jullie wat de mix op de achtergrond maken. Alleen dat maakt echt niet uit. We weten zo tegen in dat ik zo we gaan even in de film even. Dit is gewoon een wedstrijdje vliegen. Ik vind het een hele spel, ik ga gewoon redline zoeken, die is super leuk. Vind ik ook. Steve, Alex. Steve, Alex en Steve. Super fantastisch. Nou, mensen, even aan iedereen weten, de Brave Boys zijn live. Zij zijn nu even een Skype gesprek aan het doen, zijn in één keer. Hey, ze zijn live, ga je ook even kijken, luisteren even. En probeer, ik zal in, nu wil ik niet gedaan hebben voor ons, maar lobby zeggen dat we samen misschien een paar kiepertjes kunnen winnen. Nou, waarom is het super lang tegen dat we eindelijk iets hebben? Volgens mij komt mijn papa zo net thuis. Papa komt live thuis. Al mijn papa komt live thuis. Live thuis. Ja, we zijn live. Live aan de stream. Ja, papa, kan jij binnen een kwartiertje bij Kate Liesje dan gaan ophalen? Oh my god. De parcours ben ik nooit zo ver geraakt, mensen. Oh! Oké. Dat is die vortexes. Jammer dat je die niet kan doen. Oké. Het gaat beginnen. Red High Mob map met 8 votes. Natuurmap 0. In ieder geval, laatst winnen Hannah Boeksman. We gaan in ieder geval nu beginnen.
Of 3, 2, 1. En het eerste potje van de livestream natuurlijk. Lekker hoor. Nou, dit is een map revive. Ik ga proberen dit te doen. Ik doe het hier met een controller bij de week. Ik zal je straks wel uitleggen hoe en dat. Maar ik ga even eerst beginnen met dit. Ik wil hier even in. Ja, yeah, nice, nice. Dus mensen, ik speel met een controller. Hoe bijvoorbeeld dit gefixt? Bijvoorbeeld echt super veel effect van computers. Echt super. Maar het is een programma gedownload dat de computer denkt dat hetgeen wat ik nu gebruik, al dat mijn computer denkt dat mijn controller een toetsenbord is. Ik ben een controller gamer. Ik speel altijd met controllers games. Dus dat was voor mij echt super. Als ik met zo'n toetsenbord moest beginnen gaan. Ik weet veel mensen vinden het net moeilijker om met mij te spelen. Maar die zeggen gewoon dat om met mij een toetsenbord te spelen. Dat vind ik ook wel normaal. Die spelen altijd met een toetsenbord. Maar ik kan er altijd een. Het is wel een beetje, soms is het een beetje zoeken hoe dat je. Want als er staat, je moet F inhouden, dan weet je niet altijd direct welke knop op dit moet dan voor F staan. Dus maar ik heb wel een klein toetsenbordje bij me. Dus F doe ik gewoon. Een klein toetsenbordje, dat heb ik zelf straks even in beeld brengen. Dat programmaatje vind ik dus ja, super aan. Oh, ik sta eerste by the way. Nou, ik heb wel vliegskills hoor. Ik heb wel vliegskills. Hanna Broeks was de laatste winnen, dus zij moet ook goed zijn. Complete site test. Ik heb een dingen. Ik heb een achievement gehaald. Dat is nice. Even zo naar beneden gaan, dan krijgen we lekker veel speed. Lekker ergens schieten, niemand boeit het. Ik ga even hier door en dan F. Oh my god, nou nieuw. Oké, ik heb mijn F probeer ik vaak zo hoog mogelijk te gaan, want als je naar beneden vliegt, ga ik lekker snel. Hé, hey, rijdt iemand te worden? Dit is een bola, ze hebben nog iemand gedood. Nee, ik weet niet wat. Nee, volgens mij was het cowgirl, dus ik heb de laatste nu gedoubled. In ieder geval, ik ben lekker bezig. Cowgirl 2003, dan moet hij wel redelijk oud zijn. Ik zou het verwachten als ik 2003 typt. I don't know. Nou, misschien kunnen we straks even met een paar andere vrienden van mij spelen. Als ik, weet ik veel. Ik ben trouwens eerste, dat is nice. Als Cornel of Jobby nu kijken, blauw duimpje omhoog. Of wij naar zo kijken, of David zal misschien net nu kijken. Misschien zijn ze naartoe, ik weet niet of hij nu thuis is of dat even kan kijken. In ieder geval, ik heb gewoon het eerste potje gewonnen. Laat je hem zitten. Waar is het? De tweede is naartoe gekomen. Dommies aapje, dat is een leuke naam. Daar ga ik even naartoe teleporteren. Nou, ik vind hem niet. Oké, Dommies aapje is naartoe gekomen. Wie is Dommies? Huh? Oh, dit is Dommies aapje. Hier zijn toe gekomen. Oh, maar dit is wel leuk, hè? Dat is precies alsof je van overal camera's hebt en dat je hem gewoon perfect ziet altijd. Oké, Curl Game. Hier zijn dat is, hè? Dat is al zo raar. Je kan gewoon elke keer naar raad teleporteren, maar daardoor heb je gewoon natuurlijk veel soort gelijk kamer van. Super nice. Jullie zien de chat, by the way, wel niet van mijn Minecraft, van mijn facecam dit daar. Super nice. Ik ga dus even kijken over hoeveel kijkers we op het moment hebben. Nou, 2 aan het kijken. Voilà, perfect. 2? Ja. We zijn net begonnen, dus dat is niet zo raar. Ja, zou je rekening houden dan? Dat zo streamen, dat wel. En internet. Dat is niet zo raar. Ja. Even kijken. Ja. Welkom bij de stream, zou ik zeggen, hè? Iedereen welkom. Enjoy de stream. Ga even live chatten naar mij dan. Doe alles wat je wil. Ja, ben even aan het kijken op haar zo rechtop gaan zetten. Want dan ja, weet je ongeveer hoeveel. Ja, volgens mij loopt ongeveer 10 seconden achter. I don't know, I think so. Ik ben nu ook aan het opinnen met mijn controle af. Ik heb al een paar keer live zien. Ik wil wel even een game spelen, denk ik.
Nou, we zijn terug hier. We gaan weer even de map. Oh, we hebben geen tijd om te bloten. We zitten nu in de map natuur. Wat perfecte timing weer terug naar de game te gaan. Nou, jullie zijn hier aan het stad, dus man. I gotta go. Oké, deze map vind ik niet zo leuk, maar ik kan hem alsnog wel. Is mijn boost in het doel? En nu? Nu gaan we naar de eerste plaats, hè? Wrong way, what the fuck, nu? Nee, hij heeft weer een checkpoint gemist. We zijn nu de checkpoints. Ja, denk ik toch. Hij mist een checkpoint. Fantastisch, fuck deze game. Weet je wat, ik heb hier een afbaan brevenboek gemaakt, die is ook speciaal voor deze expect gemaakt. Ik ben er nog aan bezig, maar ik heb hetgeen wat ik al heb even laten zien. Het is best een aardig gelukt. Dus we gaan even naar de Minecraft. Ja, even hier, upla. Daar staat in dat village version, lekker nice. Hier zit de upla. Ik heb al de button. En normaal moet je wel trekken. Ja, oké. There we go, mensen. Dus even de afbaan. Ik heb een. Ik ga straks laten zien hoe ik eruit zie als ik mijn masker op deze skin heb afgedaan. Sowieso dat als er iemand kijkt die nu al het af is. Ja, doe je eigenlijk je masker zodat je mee hebt. Oké, dus op mijn. Als ik mijn masker dan toe op deze skin is het echt super. Ga skip! Opvoed op skip! Kip verstoord livestream, hashtag. Ja, oké. Heb ik hier? Hier was super veel werk. Dit is een tunnel onder water. Een glazen tunnel. Dit was super veel werk, ik zweer het jullie. Ja, dan kun je even genieten. Je bent onder water, je merkt ook bijna niks van. We zien het boven voor. En dan gaan we hierin. Dit is een stuk van een echte rollen. Klopt ze? Dit is waar de netherbakstenen. Dus in deze tekstpak is dat eigenlijk zoals van gehoord. En nu komen we een paar free falls. Check it. Woehoe. Dit gaat nog een tijdje door. Even achter ons kijken. Ik vind het, de nieuwe ruimte update trouwens super nice. Met het eigenlijk ontblokken en zo. Ik heb zo meteen gepakt in deze tekst. In dit ding. Ik heb deze tekstpak nog niet even 12 gedaan. Dat moet ik even doen. Maar dit vind ik super leuk ook. Al die blokken komen voor mij al boven. Dus even hier van boven. Nou, dat is best wel leuk tot nu toe ook. En dan, dit is ook super veel moeite gekost. Door de lava heen. Dit was zo moeilijk, jongen. En dan, hierbij, dit zijn dus, dan ga je zo hier tussen de wall of terracotta blocks. We zijn bezig bij zit nu hier met alle terracotta blokken zo. Voor mij dat tot iets van hier zat dat zo'n ziek dat er wat werkt. Het zou zo kunnen dat tot hier, dan ga ik dit hier even aanpassen dat hier de roger gaat. Maakt niet zoveel uit. In ieder geval, dit was even de achtbaan tot nu toe. Het is super veel werk in, maar er is natuurlijk al absoluut niet lang. Welk spel zal ik even spelen, denken jullie? Ik ben even aan het kijken. Zou ik al even Deadrun spelen? I don't know. Nu ga ik op de high of series sowieso. Ik wil ondertussen even nog eens kijken hoe dat zit met de stream. Wie het allemaal is aan het kijken. Ik loop er altijd twee aan het kijken, maar dat maakt niet zoveel uit. Even zien. Nu live, je huidige livestreams. Enjoy the livestream, mensen. Livestream de Brave Boys op Minecraft. Super nice. Even kijken, live aanbieden. Er zijn super veel live dingen. Ja, we gaan kijken wat ik zou doen. Gaat de stream nog redelijk nice? Oké, we gaan even spelen, denk ik. Hè. Ja,
mensen, we zijn weer terug op de... De HMC, welk spel... Hou een keer blokpark. We gaan een keer blokpark spelen, mensen. De bedoeling is dus... Ja, jullie weten wel wat de bedoeling is, maar voor degenen die het niet weten... dus je krijgt altijd een kleur qua blok. En je moet op dat blok gaan staan. Alle andere blokken verdwijnen. En dan val je in de afgrond. En, ja. Ja, dit is dus het postprogramma. Maar het is altijd allemaal postprogramma. Ja. Nu ik weet hoe ik live stream, hoe dat ik doe, wil ik vaker live gaan. Ik weet niet precies hoeveel. Dat ga je ook niet zoveel zijn. Misschien één keer in twee maanden of zo. Maar ja. We kunnen nu in ieder geval live gaan. Dus als jullie zin hebben om nog een keer live te gaan, dan zullen we gewoon even in een van mijn video's in de reacties spammen. Ik lees het toch altijd. Ik denk dat we samen met een textpack te spelen, want in de default loop zien sommige blokken er exact hetzelfde uit bijna. Een weergeel, dat is gewoon het grootste deel. Dus. Nog een beetje remmen. Risico! Oké. Ja. Normaal gesproken kunnen jullie deze livestream herbekijken achteraf. Dat is ook de bedoeling. Yes! Maar voorlopig is er nog niet direct iemand dood. Ik zeg het en dan gaat iemand dood. Hè. Dit is volgens mij Gijs. Ja. Hij is een live brus. Geef niemand dood. Oh! Waarom is het al voor hem af? Oh, wat? Wat ik hem nu mag. Oh, purple. Waar is purple? Daar is purple! I'm eliminated. Nou, hallo, we doen de mensen lekker next. Als de laatste in het potje gaan. Perfect, teammate. Hoe lang het is de laatste gaat duren, weet ik niet precies. Wel een beetje van afhangend. Ik denk een uurtje of zo. Geen idee. Maar het is echt ongeveer 5 à 10 seconden nadat ik het zeg voor jullie het. Misschien horen jullie wel een kleine echo van mij. Maar het is best wel nice. Er is al iemand dood. Dat is ook best wel nice. Is het white? Volgens mij is het geen white. Dit is wel white. Oeh, dat was snipt. Oké, mensen, dat is wel heel. In die productie is het verschil wel veel minder. Oké. Oh, dit is easy. Bijna alles is light grey. Maar het grootste deel is light grey. Voorlopig is het niet moeilijk. Welke blok is het nu? Volgens mij dit. Ja. Go. Er zijn veel mensen dood gegaan. 5 mensen dood. Helemaal down. Nou, even kijken. White, is het white? Het zal white zijn. Ik weet niet of jullie allemaal Clash Royale spelen. Ik ben vandaag naar Arena 6 gegaan. Oh my god, waar moet ik heen? Is het white? Het is toch white, hè? Ja, toch? Ja. Voorlopig is het weer even iets makkelijker, maar het gaat er weer één moeilijke zijn, maar dat er super veel mensen weer aan en sneuvelen. Maar dat is niet zo moeilijk. Maar je hebt natuurlijk ook steeds minder tijd. Dat is heel risicovol. Om te doen. Dus ja. Oké. Om naar het juiste blok te gaan. Om het doen wordt echt moeilijk om naar het juiste blok te gaan. In ieder geval nu zo valt dat best nog wel mee. Wat gaan we nu? Ah, dat is wel toch. Dat is toch gewoon dit. Nee, dat is dit niet. Helemaal niet. Ja, dit is alweer een moeilijke waar iedereen bijna naar dood gaat, hè? We gaan nog één keer blokparty spelen, mensen. Straks gaan we even Deadrun en Gravity en zo spelen. Alleen Hide and Seek gaan we absoluut niet spelen, want ja, als er dan een man zoiets heeft van hey, die is live, kijk, ik weet direct wat je zit, joh. Ik heb de doeken zijn, dan heb je direct lekker puntjes pakken. Zo doen we echt niet. Maar ik denk nu, we zijn daar superveel kijkers, volgens mij zijn op dit moment 2, misschien nog eens 3 mensen naar deze live aan het kijken. Moet niet, man. Even kijken. Oh, het is geel. Het is geel. Maar oh, dat was super risicovol. Oh my god. Nou. Oké. Dit is super onhandig, maar volgens mij is het dit.
nu heel groot. Wat is dat? Ik weet niet welke van de twee het is gedacht, dus het is zo. Ik moet dat niet. Ik wil een beetje wel spelen, maar. Dit zal zwart zijn. Ja, ga jij even die zien? Ik wil even al iets zijn. Oké. Het is een grijs. Dit is niet grijs, dit is helemaal niet grijs. Waar is grijs? Want dat is grijs, denk ik. God. Dit spel is even tot. Ik wil even kijken naar de stream. Doen jullie met de stream? 3 al gekke mensen. 3 mensen denken zijn zo zot van, hé, hey, ik ga even naar deze livestream kijken. Een paar sappige mannen. 3 mensen. 3 mensen denken dat het is. Ja, oké. Oké, dan gaan we weer even. Volgens mij gaan we nu even Deathrun spelen, mensen. Ja, we gaan Deathrun spelen. We gaan gewoon even Deathrun spelen, mensen. Deathrun. There you go. Nou, ik ga sowieso straks even Murder Mystery spelen. Murder Mystery spelen. Dit skin van ook allemaal van Murder Mystery. Murder Mystery. Wow. Dat was echt slecht, man. Dus ja. Als ik een moordenaar ben, weet iedereen kijkt wat ik een moordenaar ben, maar dan vermoord ik gewoon iedereen die ik zie. Hè. Je kan niet kiezen, hé, ik ben even detectief. Als iemand die kijkt, dan heb ik pech, maar. Er zijn 3 mensen aan het kijken en wie van die 3 had het moeite nemen om zelf mee te doen. We hebben wel geluk, dat is best wel nice. Ik ben niet graag die dead, eerlijk gezegd. Als ik zo 1 keer random dead ben, vind ik dat niet erg, maar ik ga echt 1000 foto's vertellen om te spijt om knopjes te drukken. Nou, here we go. Ik ga gewoon een beetje van achteren. Ik ga de eerste trap laten afgaan. Voilà. Ik ben toch super goed in deze game. Nou, kom op. Oké. Dat was echt wel stom. Nu mensen ben ik hoogstwaarschijnlijk al lang dood. Volgens mij ben ik al veel te ver op achterstand. Even streven. Nou, kom op. Een S-lijn bezig. Mijn mannen kreeg een hele koe, maar vandaag. Ja. Ah, dat is deze man om jou te kiezen om een rat te spelen. Kom op. I'm not stupid. Wow, mijn jump boost ging echt niet. Zo onbetaald. Let's hope dat hij niet krijgt onze actie gehad. Let's. Daar ga ik niet zo doen. Oh, wat? Oh, dit is echt een stal en moet overleven. Het is nog best makkelijk. Zeg ik even, dit is nog best wel makkelijk. Ga ik even dood. Hoe moeilijk is het om op dit te lopen vooral? Dit ging om een slechtste potjes ooit. Alleen begon naar winkel dus doen ging het wel, de lifetime is goed begonnen. Maar nu is het even nu een beetje minder hoor. Ik let dat niet hoor. Jezus, ik heb gewoon. Als ik stond niet op het trap, ben ik me alsnog door. Ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk. God. Ik heb nog een camera. Oh. Fantastiek. Ja. Nou, we zijn er ook wel. Oh, yes. De parcours is even gedaan, mensen. With something. Oh, ik dodge die PL is waar. Jammer. Dan dodge ik de. Nu nog de, volgens mij, de dingen ietsje ouder achter, maar dat is goed. Hij is klaar om te gebruiken, doe even dit. Oh, wat? Ik dacht dat dit. Oh. Hij stinkt ook.
Let's go, P2's not it. Yeah. Yes. Yes, I am. Oh, what? Yeah. En dat doet wel echt lekker, maar 7. Nou, doe even beter. Doe even opnieuw. Overnieuw. Ja, even kijken. Ja, we gaan even. Dan lijkt er nog 10 seconden achter om zo te over, denk ik. Dat is altijd zo. Dat is bij iedereen dat dat zo een beetje achterloopt. Maar dan, als je dan gaat meespelen, dan hoor je. Dan zie je het gebeuren. En dan even later zie je het op je scherm. Ja! Ik wou net iets tonen. En de present is een leuke map. En I'm a runner. Dus. Oh, ga eerst een beetje naar huis. En wacht tot onze papa hier is. Ja, mijn kleine zusje komt straks. Soms ook bij deze jump gaan vallen, ik val. Kom op, voor mijn kist een 3 jump. Ja, deze even streven. Nee, jij mag niet die dingen even doen. Nu gaan ze het toch wel niet doen, zeker laat me even dat ik even. Nice. Zit er. Als ik ga streamen, kan ik het niet meer, hè? Kan het? Play has finished. Jezus. Dit is ook niet goed. Hier kan ik nooit een streef gebruiken. Hier heb ik dus een doorstreef nodig. Hoe lang heb ik nog om het te halen? Hoe ver moet ik nog om het te halen, überhaupt? Nee, ik moet nog van dit soort stomme dingen doen. Stomme dan wel plannen. Ah, dat doe ik gewoon. Oké. Go. Ik ga finish nog! Elke. Super fantastisch. Nou. Ja, dan moet je even kijken hoeveel kijkers we nu hebben. En stel dat je nu kijkt, zeg dan even iets in de chat. Ja, doe dat gewoon even. Dat is voor mij even ook een teken dat mensen echt altijd actief aan het kijken zijn. Oké, ik ga door nu. Oké. Okay. Joren runnen wel weer. En het is nog ijs. Het is. Dit is een kutje. Maar mag niet, we gaan ons nog winnen. Bondhoop, brand met iedereen, zeg je bondhoop. Wat zeg ik in de fik? God, stop met. Ga ik niet heel het spel in de fik staan? Hoe je dan? Met deze streep ga ik even nu gebruiken. Nee, dat is nice. Ice cold. We hebben in het stukje ice cold genoemd. Super nice. Oh, die man is hier doorgegaan. Oh, en ik run. Ik speed hem, ik run hem en ik. Waarom? Oké. Deze is net gebruikt. Kan ik even lekker doorlopen? Deze is niet gewoon aangebruikt. En zie je bij hem. Oh ja, deze is ook al gebruikt voordat ik hem was. Ik weet niet hoe het uit staat, maar ik denk dat hij super slecht is. Kom op, waar? Oh, die jump was zo risicovol. Ja. Moet ik hierin? Wat gebeurt? Oh ja, ik kreeg waarschijnlijk veel op mijn kop.
ver even tussendoor springen. Super nice. Going deep, wat doen? Soms werd die zo nieuwsgierig tags. Dit is zo om dat dus te winnen in de lucht moet belanden. Ja, oké. Ik moet dit parcours halen, moet kans. Hoe kan dit dat niet doen? Kans, ik leg hem. Maar ik leg hem nu echt helemaal. Super. Wat doe je hier? Al mijn streets zijn ondertussen al. Gast. Ik krijg geen jump boost meer ofzo. Dat was echt slecht. Gaan we even kijken hoe dat zit met de livestream. Nou, dat is er maar twee al kijken. Oh! Kokosnoot, kokosnoot. Dag Coco. Coco is aan het kijken. Dag kokos. Dag kokosnoot. Kokosnoot is niet voor mij op het toneel aan het denken van zijn alle poppen en zijn kanaal. Kokosnoot. Hij uploadt echt net op zijn kanaal. Hij uploadt dus wel op ons kanaal soms, zoals jullie misschien wel weten. Die denk ik niet zo voor waarschijnlijk van nee, Bram, dan weet je dat in mijn livestream. Oeh, dan word ik bijna dood, hè, mensen. Gaan jullie dat goed? Ik ga het wel goed, hoor. Gaan ze weer door. Oké, volgens mij ga ik nu mijn stream kijken voor maar goed kan dat niet. Ik had super veel geluk dat de dingen dodgeden. En nu kan ik wel even mijn stream gebruiken. Nice. Oh, dat was heel erg. Waarom neem je het? Kom op! Nu ben ik weer al super aan de macht. Oh, ik ging hier door. En papa had dus gehoord en hij is ook wel ook hier. Lize, je bent nu live op de Breaking Boys. Ja, Lize. Welkom live. We zijn aan het live zien. Dit is mijn kleine zusje. Kom even in de beeld, Lize. Mijn kleine zusje. Wij zijn live op de Breaking Boys. Let's do this. Ja, dus... Jij dus ook de nacht? Nee, niet in de nacht. Lize, dat ga ik niet doen, hè. Dat mag niet, hè. Ik ben hier super lang live op jullie zusje. Alright. Oh, ik dodge die pijlen altijd, hè.
Nu ga ik even overspringen. Of toch niet? Of toch niet? Of nee, toch niet? Of nee, of nee. Oké, okay, durf je die trap oplopen volgens mij, dan ben ik gelijk... Tot gaan. Maar volgens mij, weet ik veel hoeveel stukken. Daar is het. Maar sorry ze. Nee, ik was op de TV of Minecraft. Oh, ik moet nog. Hey, hoeveelste was ik? Ik was 5, 6. Nu gaan we even Gravity spelen. Freddy. Coco was er nog aan. Ik heb gekeken dat Coco er nog steeds is, want ik zou graag met hem een spuitje willen spelen. Maar volgens mij is hij weg. Volgens mij gaan we nu even Gravity spelen, mensen. Volgens mij is het trein ondertussen wel ietsje meer dan kunnen bekomen. Maar ja, jullie hebben dat toch wel eens van, denk ik. Laten we weer op de hype gaan Gravity spelen. En na Gravity gaan we Murder Mystery spelen. Nou, Gravity is volgens mij... Gravity... Ja. Dit is een leuke game, vind ik. Het is gewoon fantastisch. Gravity, voilà. En zo'n game is er van niks. Nou, lekker parcours die doen. Drop. Het is een dropperij. Je moet gewoon droppen die je moet doen. Droppen zitten gewoon, je moet beneden ergens in water vallen en je moet allemaal droppen zo'n bek. Nou, maakt niet uit. Is de slime de dropper? Yes, is de slime de dropper, mate. Maar dat komt wel perfect klaarstaan en zie je niet meer. Oké, okay, ik zie dus niets. Ik zie ook niet waar dat water is. Maar ja, let into the water to the slime. Ik vind veel, doe het heel perfect. Ik zou het niet. Wow. Let ready to fit to fall. Let ready to fail. Mop, ga maar. Ja, weet ik ook. Volgens mij had er water. Was op de, beneden was het de water. Waar is water? Wacht even. Waar is water? Alleen het middenwater. Oh, daar, alleen daar is het. Gast. Oké, dat is niet. Waarom ben ik zo slecht in de dropper? Dit is niet officieel de dropper. Oké, mensen. I know. Maar dit is zo'n blokje zo, maar dit is toch super moeilijk. Ja. Als ik dacht dat die blauwe blokjes zwaarder waren, maar toen waren het blokjes ertussen. Maar zo'n... Oh wat, dit was allemaal water. Ik had dat niet door. Nou. Een finish? Er is iemand al gefinished? Pixels. Ik denk dat ik alles geskipt. Mensen. Doe even horen. Ik zal het niet lukken. Die van mensen gaan nu naar gek pixel en jullie gaan wel elkaar spelen. Murder Mystery. Oké, wat gaan we doen? Dit is een skin. Ik heb dus exact dezelfde skin als deze man hier. Voor bijna zo hetzelfde dan. Ja, volgens mij wel. Zo goed als. Ik heb even mijn hoofd aan de bovenkant zien.
Het haar is een beetje anders. Maar het is zo dat hetzelfde. Dus ja. En ik heb toen weer als een mooie naam aan de kans op directieven. En ze die het nog niet weten, hoe dit werkt. Er zijn heel veel onschuldige mensen en er is een modenaar en een directieve. De modenaar moet zoveel mogelijk mensen proberen te vermoorden en de directieve moet de modenaar ontmaskeren en neerschieten. Als de modenaar iedereen vermoord heeft, inclusief de directieve, wint hij. Als hij wordt neergeschoten door de directieve, wint iedereen behalve de modenaar. En mijn doel is, ik ben nu een normaal mens, mijn doel is om in leven te blijven en niet gedood te worden door de modenaar. De modenaar heeft een iron sword, maar die, dus daar kun je hem direct herkennen als het een hand heeft, tenminste. De directieve heeft een boog, waarmee je oneindig lang kan schieten. Met deze boog, als ik 10 gold heb, krijg ik ook een boog, maar daar ga ik 1 keer mee schieten. Dus ja, dat is goed. Let's do this. Kijken. Het doet op de AFK staan. Ja, je doet ze gewoon zo. Waarom doe je dat zo? Als ik vermoord had, had ik je al lang vermoord. Maar weet je wat? Dan ga ik dit is super cool om te gebruiken. Kijk hè. Check. Mooi. Dit is nice. Van gold! Ik ben het ook een keer, joh.
Eentje zo laat, ik wil dat ik hem. Is hij dood? Die is sparen mij ook. Dank je wel. Even kijken, Waar gaat hij achter hem aan? Ik vertrouw het niet, ik wil kijken. Oh my god, het is de detective gewoon. Ik had de boom, mensen. Ik ben nu de detective. Nu ben ik de detective. Dat is best wel nice. De eerste de beste guy die denkt, hey, ik ben cool. Oh my god, hij is het gewoon. Hij is het gewoon. Nee, volgens mij is het niet, anders had hij mij al lang vermoord. Het moet iemand hierboven zijn. Oh my god. Hij is het gewoon! Ja, ops. Klopt dan, Hendrik. Ren Moffie. En we gaan in dit keer in de map. Transport. Deze map weer. Ik ga deze map. Het is echt super. Super KUT. 12% kans op detectieve is nog wel redelijk. Maar we zijn het niet. Wat wordt ons dat? We rennen naar iedereen toe en de eerste de beste die ons vermoord is, is een moordenaar. Ja, dat gaan we. Oh, we gaan even deze niet pakken. Lekker gold, die paard. Die gaan we even weer de rabbit te transporten. Oh nee, er ligt daar gold. Oh mijn god, wat deed jij? Vertrouwen voor mij. Maar zijn er super mensen, eerder moet wel een moordenaar zijn. Dan gaan we daar maar weer even weg met de rapid transporten. Of zo wil je dit wel voor. Dit keer hebben we volgens mij voor een boogspel. Ik heb nog 4 gold, dus nog 6 gold te gaan. En ik heb een stappige boog, een one-shot boog. Daarentegen, maar dat doet het toch allemaal niet toe. Ik bedoel, als je de moordenaar mist, dan heeft hij u toch al lang gekild. Dus of het een one-shot boog is of een boog waar je 10 keer mee kunt schieten. Mijn boba dat ik 10 keer mee kunt schieten, kunnen 10 onschuldige mensen vermoorden. En mijn boba dat ik 1 keer mee kunt schieten, kunnen 1 keer de moordenaar vermoorden. Oké, dat zeg ik echt nooit. Dit is echt een plekke persoon en het kan ook totaal niemand. 1 keer dat je een onschuldige mensen neerknalt, wordt dan weer de kie gewoon. Terwijl je de plekken neer van je schuldgevoel. Omdat je nooit meer zou willen leven met dat schuldgevoel dat je een onschuldige mens hebt neergeschoten. Super hard, ben ik. Waarom ben ik nog 70? Oh, nog 1 goal. Nee! Detective has been killed. Perfecte timing. Perfecte timing. Player pikt op. Hij is een moordenaar. De deurtman. Ja, ik heb hem. Voilà, een one shot bow in 1 keer de helft. Oké, nu loopt hij wel helemaal. Ik hoor het op de achtergrond en het is wel een tijdje achter het over. Het is toch 20 seconden intussen, denk ik. Maar het doet er ook zo wel iets. En ik ben 2% op moordenaar. Woehoe! Jammer kan ik nu niet zo editen. Jammer kan ik niet live editen dat zo nu. Zo dingen moet ik wel. Joehoe! Maar oké, in de stad. Nou, even mystery potion. Oh, en ik heb de mystery pot. 20 seconden speed. Super nice. Oh my god, hij was een moordenaar. Het was een moordenaar. Gelukkig heb ik die speed nu, anders was ik al lang dood, joh. Hij is een moordenaar. Ja, ik ben hoe? Ik ben hem. Ik zweer het u. Hij wil mij schieten. Shit, daar is een moordenaar. Ik weet dat hij een moordenaar is. Help me. Dieven, ik vertrouw jou. Ja, hij heeft een moordenaar. Die was er een lukraak aan het schieten op iemand. Hij was een lukraak aan het schieten, ik zweer het al. Detectieve kans, 13%, kom op. 20% moordenaar, dat ga ik niet zijn, maar ik wil detectieve zijn. Mag ik detectieve zijn? Kut. Hoe are you? Je hebt een heel wit hoofd, je ziet er redelijk dood uit eigenlijk, moet ik zeggen. Zeker dat je niet al een keer vermoord bent in een ander spel? Ah, ik denk zo. Je ziet er redelijk dood uit namelijk.
Ja, van dat David hier niet meer is. Anders zou David lekker meer op de lijst zijn, maar David moest weg. En we zijn naar goed antwoord is dat hij niet lekker naast mij zat. Waarschijnlijk hadden we het niet te spelen. Wel. Maar ja. Hoe keer het? Zoveel mensen kijken en die zitten nu wel live, dus ik heb allemaal dingen te zeggen. Maar ik kan er laatst aan het trappen kijken. Lekker een uurtje Gravy Boy. Oh, die moeder erin. Die stopt het. Stop. Stop het. I'm stuck it in English. Mocht je dan ook nog 3 minuten zien, 10 is het nog meer.
agressief. Is. Steve is nodig. Fantastisch. Weet jullie dat ook Game of Boy en ja, hij is een moordenaar. Pak hem! Pak hem, beloof me, hij is een moordenaar. Oh, beweeg het dan, kill me dan. Kill me dan. Kom dan, kill me dan. Dus we hebben hem aan dan. Kill me dan even, doe dan even. Kom aan man, doe dan normaal man. Kill me dan, kill me dan. Lekker kill me dan. Oh, nu zijn twee Steve's, dat is zo innoverend. Oh my god, hij schiet hier op iemand. Hij is de detectief. Ah, jij bent niet de detectief, want dan zou je de detectief wel zijn. Twee dogs. I got three dogs. I got three dogs. Oh, oké, daar heb ik ook mensen. 14% dat heb ik niet. Kom op. 14%. Ik ga deze game draaien. Ik ga nu een game draaien. Ik heb een hype geven. Ah, we willen met series. Dit is ook allemaal. Dit is fantastisch leuk. Ik wil echt dat het echt een game wordt. Dit willen veel mensen, maar ik wil het ook nog natuurlijk. Ik heb al een hype die ik heb aan Mulder Mystery. Ik haat het best als hij het zo goed als. Oh, 4% op Moldenaar. Dat is niet veel, maar er is hoop. En 16% op detectieve, kom op, dat mag wel een keer zijn. Hè? Ik ga dan ik ga even op de rollercoaster gaan en dan ga ik even een deur kiezen denk ik voor de rollercoaster. Oké, okay, daar is de rollercoaster. Ik ga even opgaan. Dan ga ik denk ik even een deur kiezen. Als ik juist kies, krijg ik 4 gold. Als ik een half fout kies, word ik gewoon naar beneden geduwd. Als ik helemaal fout kies, ga ik dood. Dat is zo jammer. Daar zie ik ook een super leuk stuk dat je bij Free Fallen, dat gebruiken ze niet. Alleen maar dit. Maar dan, het is nogal best wel nice. Nu gaan we een deur kiezen, mensen. Hier is het super nice als we een boog vullen. Als ik nu even de juiste deur pak, 9 gold. Oké, ik heb 6 gold nu. Als ik de juiste deur pak, heb ik een gold. Ik moet wel de juiste deur pakken. En ik ga voor deze. Super. Super YOLO. Kom op, ik moet detectieve zijn. Ik vind van wel. Ik wil ook wel een verkochte moordenaar. Ik wil ook wel een moordenaar zijn. Wil je dat ook zijn? Ik ben een moordenaar. Ik zou binnen dan detectieve. Kijk, ik doe het altijd met te vriendje bellen. Hey,
doe het normaal, denk ik. Super leuk even shiften. Hey, je bent hier goed, hè? Knijf lekker shit. Pak hem, pak hem! Ik moet hem hebben, ik moet hem hebben! Yes, nu heb ik een kompas. Ik moet nu gewoon het kompas volgen en ik weet wel dat de laatste is. Ik heb ook een andere kastoor, denk ik. Of hier! Dit is de laatste! Dit is de gewone mensen als moordenaar! We hebben dit al een mooie afsluiting voor moordenmysterie. Ik heb even gekeken dat ze het live zien, by the way. Nee, ik ben altijd live. Dat is nice. Al de twee aan het checken, wie zijn die twee dan? Allee. Hey. Oh, ho, daar zien we allemaal zien in de rijden. We gaan misschien de aflevering. Misschien. We gaan eindigen met Wingrus, ik weet niet. Volgens mij gaan we dit denk ik zo goed als eindigen. Ik ga nu ook even Wingrus spelen en dan ga ik de live zien afsluiten, mensen. Volgens mij ben ik ongeveer een uurtje anderhalf uur zo live geweest. Mijn bedoeling is om vaker live te gaan. Ik ga niet super vaak live gaan. Eén keer om de twee maanden of zo, denk ik. Want het wordt veel meer internet. En we hebben natuurlijk een perfecte internetlimiet. Dus ja. Dus we natuurlijk heel veel internet om zomaar van live iedereen van het zien te doen. Dus ja. Oké. Map Redwine, we gaan voor deze map, voor dit hier gaan. Voor de afkorting. Dan gaan we onze. Ook al is de dingen nog niet vol.
Ik ga proberen hem toch te gebruiken. Yes, 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 yes. En we zijn goed. We zijn voorlopig derde, dat is nog redelijk. Alles. Dat steekt me niet. Oh my god. Dus even een beetje. Oh my god, wat was het probleem? Ik had mijn boost gebruikt. Oh, ik had hem niet gebruikt. Oh my god, ik ben niet goed bezig. Maar dat kan best, hè. Maar de shit, dat ik niet goed ben, hè. Dat kan niet altijd goed zijn, hè. Nou, niet goed bezig, ook wel ben je veel gezegd, hoor. Ik ben tweede. Alleen, ik ben voor niveau, ik ben goed. Maar ik ben niet de ultimate pro. En er zit volgens mij iemand van voren die echt de ultimate pro is. Die echt zo alle afkortingen weet op twee maps. Mappen? Wacht. Oké, mensen, we zijn bijna bij lab 2. We zitten aan lab 2. Oh, is dat de... En ik voorbij Nicky Mr. V en dat is even een beetje goed. Ik ben wel benieuwd wat hij al is. Ik zal wel zien, hè. Wanneer dat hij de lab 2 van 2 heeft. En nu heb ik 8. Oh, hoeveel. Hij heeft weer een checkpoint niet gepakt, dat vind ik zo erg leuk. Ik ga gewoon door vliegen, ik heb echt geen zin om nu even helemaal terug te gaan vliegen. Ben. Ik wil gewoon maar even vliegen. Slash. Lief snel. Dat is een bug, soms pak hij de dingen gewoon niet. We gaan niet zo afsluiten natuurlijk. Nou, ik ben wel blij. We hebben maar liefst 3 kijkers gehaald. Dan gaan veel mensen misschien de stream gaan altijd kijken. Ah ja. Nee, het is super om het dan om die zorgen te pakken. Ik ga het ook proberen. Yes, dat is gelukt. Nee! Nou, maar foutje, ik mag hem niet laten gaan. Als mijn boost vol is, go! Ik mag die man niet laten vertrekken. Ik moet in zijn spoor kunnen blijven. Dus, al hier is Nicky Step. Die ga ik in ieder geval sowieso nog kunnen pakken. Even. F. En nu gaan we heel lang naar beneden gaan. Oké, okay. Just nog die veel gehad. En dan ben ik weer. Oké. Ik denk misschien dat hij heel veel van te horen is, maar ik ben echt een beetje. Dus ik kan nog niet. Hij gaat nog van die benen zijn! Nu heb ik. Die heeft het net ook gedaan, maar deze kan ik. Misschien kan ik het aan. Ik weet het niet. Dit wordt zo, dit is ook niet. Ik heb een niet super goede tegenstander nu, maar het is wel. Dus even goed als mij, denk ik. Oh my god, ik burger nu even. Nee, nu ben ik weg. Nu zijn we weg. Weet je weg? Dat is jammer. Voor mij lukt een game een beetje. En vol, go. There we go. Daar zie je. Die next time wil ik wel sowieso nog inhalen. Pas je weer al vroeger, maar waar zit de bug dan aan dit gedoe? Wat? Ik ben zo ver terug? Als dan is hij dan super lang in de pakken. Doe, dan ga ik wel iets anders spelen, dus ik ben een beetje beu aan het raken. Parcours en onderwaard. Wat zal ik spelen? I don't know. Wat
anders gewoon even een paar skyborspotjes spelen. Oké, we gaan een paar skyborspotjes spelen en dat is de afsluiting van deze livestream. Birdhouse. Net nog. Mensen, ik ben niet. Ik kan geen goed PvP'en, maar ik ben. Ik speel niet zoveel Skywars, dus ja. Het is een normal chest. Birdhouse? Ja, twee chests. Oké. Dit is nice. Dit is heel nice. En mijn schoentjes meteen ook. Dus we doen even dit aan. Deze hebben we niet nodig aan. Dat is nice. De headlock. Zo gaat de headlock. Opnieuw. Nice spulletjes. Ik ga even deze meenemen en dan kan ik hem weer zien. Allah! En daar zijn we aan. Speeltje. Ik heb mijn nog niet opgeschreven. Oké, dit gaat nice. We gaan even deze chest in boven pakken. Ja. Zo. Waar zijn we er bijna? Bijna. Ik weet dat het hier de rol is in de chest. Oh, er is iemand. En een Ezra Knol skin. Het is een Ezra Knol man. Ze hebben super weinig HP. Dat weet je zelf. Als ze zijn met twee teamers. Het is gewoon niet dat ik kan afpakken. Ja, dat is dan. Ja, ik denk dat ik bij deze aan de stream ga afronden, mensen. Maar ik kijk niet, ik wil het. Voor survival onder de plan. Even lekker een foto van Vanya even tonen. Ja, precies. Ben ik al voor op de whitelist? Ja, ik ben gebannt omdat ik hier snap. Heel veel mensen, ik heb aangezien afgesloten. De stream gaat zo dadelijk stoppen. Hoeveel dingen hebben we nu? Twee aan het kijken, maar dit was de stream. Het beeld is even. Nu zie mij nu, ik kan mij even nog ietsje korter zetten. Nee, ik heb iets gevonden. Ik moet drie vaakstellen nu. Ik heb deze ruimte. Ja, mensen, ik hoop dat jullie deze stream super tof vonden. Doe een tijdje omhoog als jullie willen streamen. Schrijf een reactie als jullie willen streamen. Schrijf op elke video. Geef reactie als je wilt abonneer streamen en abonneer steken. We hebben een stukje van pas meer abonnees, want dan zou je weten bij de 1000 abonnees doe ik happy watch. In ieder geval heel veel kijken naar deze stream en ja, de hier in deze ruimte of de